af. Lijf af. Wij. Lijf af. Wij. De jeugd van tegenwoordig wil maar één ding. En dat is in een bandje spelen. Acteren. Of dansen. Het is die tikken op je vingers, shit. Laat je lichaam maar swingen alsof je in een Disney clipje zit. Ik ben zo beat zo. Uitsluiten. Mijn vader denkt dat ik op klassiek ballet zit. Hij weet niet eens dat ik aan een hypnotiseur doe. Debbie liegt. Wat flik je me nou aan dat stof op mijn auto? Is er maar eentje hier die liegt. Als ik nog één keer hoor dat jij Melissa lastig valt, stap ik naar je ouders. Ik waarschuw je. Ik wil alleen maar meedoen aan die fucking auditie. Hey, Fleur. Hij is zo knap. Is dat Melissa's nieuwe plan? Ben jij verliefd op Jim? Dat vraag ik jou toch ook niet? Steek je kop maar weer in het zand. Luister, jij bent gepakt met mijn handel. Door jouw schuld ben ik het spul nu kwijt. En dat ga jij mij dus terugbetalen. Dat is niet waar. Je liegt. Ik ben een complete mislukking. Ik wil alleen maar even zeggen dat het goed met me gaat. Waar ben je? Samen met Jim. Ben jij aan het bellen? Je vroeg je zeker waar ik was. Wie ben je aan het bellen? Jordi. Jordi. Afblijven! Ze zouden zo terugkomen. Afblijven, die show is voor mij. Afblijven, ze iedereen mij. Heeft gewoon zijn luistertoes. Afblijven. Nou, jongens, wat vinden jullie ervan? Van de makers van Afblijven naar de boeken van Carrie Slee. Michiel. Kijk, Isa. Tik boek toe. Een film over vriendschap. Liefde. En jaloezie. En het geheim dat Jules met zich meedraagt. Die jongen is het enige dat ik nog heb. Lola. Wat is er mis met een feest geven? Isa is bijna jarig. Ga lekker aan je dak! In boek toe. Vanaf 4 oktober in de bioscoop. Vertel nog eens iets over papa. Uw vader is het knapste rendier in de vliegende brigade van de kerstman. Wij zijn rendieren, geen paarden, de vliegende brigade. Woes! Waarom kan ik niet vliegen zoals papa? Misschien moet je glijden. Dat is zoals vallen, maar dan heel traag. Hey, vallen. Dat kan ik. Papa zal mij wel leren vliegen. Niemand weet waar de kerstman woont. We gaan op bezoek bij de kerstman. Op naar het kerstkasteel. Dat zwaait een hondje. Echt niet normaal. Algemene evacuatie. De enige familie die ik nog heb is Nico. Tenminste, tot hij zijn echte vader gevonden heeft. Mijn heren, mag ik u voorstellen het kerstkasteel. Wij zijn rendieren, geen paarden, de vliegende brigade. Ho, ho. Het is niet te geloven. Ik heb zelfs geen schrammetje. Oh.